Hey, die John Heidinga, die zag je niet aankomen, hè, wat er gebeurde vandaag. Zomaar opeens klaar. Nou ja, nee, precies. Nee, dat vind je, hè? Ja. Maar als... Ik begrijp het wel, hoor. Nee, maar ja, maar er zit wel een verschil tussen het feit... of dat hij het best graag wilde om te doen... of dat ze er alles aan gedaan hebben om het hem te laten doen. Want dan vind ik wel, dan moet je hem nu wel steunen. Ja. Dan moet je hem wel of terug naar de jeugd of wat dan ook. Maar ik voelde dat steeds. Ik voelde dat. Ze hadden geen vertrouwen in John Heitinga. En hij kan ook beter voor zijn eigen carrière ergens anders beginnen. Ja, maar kijk, achteraf... Kijk, als het zo zou zijn dat hij er helemaal niks in zag, dat zou kunnen. En hij zegt, ja, hier ga ik mijn vingers niet aan branden. En iedereen heeft hem overgehaald om het toch te doen. Ja, dan moet je hem zeker... Dan moet je hem nu steunen. Ja, maar ze willen hem ook bij de club houden. Ja, maar nee, maar bij de club houden. Maar dat is geen reden om hem te benoemen tot hoofdtrainer. Nee, dat zeg ik niet. Ik begrijp niet. Al die namen circuleren. Als Knoetsen het wordt, dan... Als hij zegt van, joh, we hebben nu een ervaren gozer nodig... in de situatie waarin we zitten. Ja, dat snap ik ook nog wel. Maar vind je niet, we horen al die namen. Maar ik vind het gek dat je Frank de Boer helemaal niet hoort. Die heeft het uitstekend gedaan bij Ajax. Ja, maar daarna is het niet zo succesvol. Oké, maar kijk, Ajax is natuurlijk een speciale club. Hij komt uit Ajax, dus hij weet precies hoe dat marcheert intern. Ja. En in Engeland en Italië heeft hij er niks van gebakken. Hij kan blijkbaar niet met andere culturen omgaan. Engeland. Maar bij Ajax werd hij 4 keer kampioen. Ja, nou ja, maar hij zit helemaal vast in zijn hoofd bij Ajax. Ja. Hij heeft bij Inter, waar hij zat... Waar die Ajax spelen. Die mensen een half jaar verteld hoe ze bij Ajax de posities wel spelen. Ja. Wilde ook het rood in Engeland mochten ze geen lange bal meer geven. Ja. Maar goed, Heidinga is nu... Ze moeten zoeken een training met meer ervaring, zegt Mislied dat. En Knoet Knoetsen, ja, ik noem hem steeds Knoet Knoetsen, want ik vind die Knoetsen een leuke naam. Maar Bodo ook Liemt. Maar waar hebben we het dan nog over met z'n allen? Ja, maar wat mij ook stoort... Kijk, zo'n heet hij ook weer, die spits die nou technisch manager is. Huntelaar. Huntelaartje. Die heeft een staat van dienst, daar krijg je een paar te hik van. Mm. Dan is er zo'n mislukte Duitser die nog nooit ergens de algemene verantwoordelijkheid heeft. Die is daar de baas van Huntelaar. En Huntelaar die moet nou eigenlijk naar zijn pijpen dansen. Ik vind het echt de omgedraaide wereld. Als die Huntelaar de capaciteiten heeft, die kent het Nederlandse voetbal. Die weet van de hoed en de rand. En die Duitser die zit om zich heen te kijken, die denkt, wat gebeurt hier? Ja. Nee, het is echt belachelijk wat er allemaal gebeurt. Maar er zijn nu zoveel mensen weg, er is straks helemaal niemand meer bij die club. Alleen Jan van Hals zit er dan nog. En Pierre Heeringa, dan is Ja, dat is de enige die een goed salaris heeft. Ja,